Ik ook. Ja, jij helemaal. Je gaat in Drenthe wonen. Ja. Kijk hem zitten. Ja, dat wordt cashje. Ja. Maar hoe is het dan met dat zwembad voor jou? Heb je het al dichtgegooid of zo? Of nee, ik wil eventjes daar niet over praten. Nee, dat praten. Nee, is dat niet een leuk onderwerp? Nee, als je nou doorgaat, begin ik over een bettoweel. Ja. Nee, dan hou ik heel snel op, wat dat betreft, ja. Maar heb jij een zwembad? Dit is het toch, of niet? Dan kan Jan wel een keer langskomen, trouwens. Ja, jij vindt het leuk lekker. Nou, maar het is misschien leuk als Jan een keer langskomt, dat de kinderen uit de buurt bovenop Jan kunnen zitten en dat ze kunnen varen. Je bent echt een klootzak, hè? Dan sta je net hand in hand met me en dan noem je weer een klootzak. Ja, ik moet zeggen, je had wel van die vieze zweethandjes, mag ik zeggen. Nee, maar godverdomme, ik ben heel nerveus als jij mijn handje geeft. Ja, ik maar wat wel voor je is, Jan, kijk nou even om dat zwembad heen. Dat is gewoon, het is niet van die stenen en zo, wat je normaal gesproken hebt. Ja, ik weet niet hoe je aan deze foto komt, maar... Wat? Dit is niet het nudiste zwembad in Grollo. Is dit het niet? Maar je hebt toch wel dat je er zo uit kan klimmen met een trapje en zo... dat je niet allemaal van die stenen waar je overheen moet lopen, toch? Of... Hey, dat is een natuurbad. Oh, een natuurbad. Nu ga je zwijgen, hè? Dan ga ik, wat Johan niet wil doen, ga ik erover praten, nou, over Humberto. Humberto? Ja. Nou moet je je smoel houden, nou. Kijk, even dit, joh. Dat is de eerste keer dat ik in zo'n zitten. Ja. Helemaal verslagen. Hij is nu Chantal. Ja, al niet te geloven. Ja.